Ik ga gewoon vluchten. Wat? Wat is dit? Kijk, gezellig rond. Ik heb mezelf opgesloten. Ik dacht dat dat de ingang was. NL Game Minecraft. Beste mensen van NL Game Minecraft, welkom bij deze nieuwe Acid Island video. Ja, het is eigenlijk Acid Island video, als je het goed op zijn Engels wilt zeggen, denk ik. Maar ik zeg gewoon lekker Acid Island, lekker op zijn Nederlands. Zo ben ik, jullie kennen mij. En ik ben weer op het eiland en dat is vrij logisch, want de hele game draait om het eiland. En het is wat groter geworden, jongens. Ik zal het meteen even laten zien. Het is allemaal wat groter geworden. Hupsakee, ik ga hier naar buiten en wauw, jongens. Wat is het toch Ja, nee, niet mooi geworden. En er is een fucking skeleton. Ga dood. Ik krijg al meteen een confrontatie hier gewoon op het eiland. Meteen aan het begin van de video. En ik moet trouwens even die koe doden daar. Meneer de koe, waar bent u? Oh shit, hij wordt bewaakt door een bodyguard. Oh nee, jongens. Oh, ik heb al dagen honger. Oh shit, hier. Oh, ik ga ook bijna dood oprecht trouwens, jongens. Holy shit. Alles om die koe te slachten. Het spijt me, koe. Bertus de koe. Nou, je bent dood. Maar het eiland is niet echt veel mooier geworden. Oh, nee. Gelukkig heb ik volgens mij de cheat comment aanstaan. /water, zodat ik niet dood ga. Maar anyway. Ja, het eiland is groter geworden. Niet echt veel mooier. Maar dat kan het uiteindelijk wel gaan worden natuurlijk. Het is een groot eiland aan het worden. En uiteindelijk misschien wel dat ik een soort van Janava dorpje ervan maak of zo. Dat zou wel grappig zijn. Anyway, het is een beetje een donkere dag hier op het eiland. En over donkere dagen gesproken, ik ben net terug van mijn werk. Ik heb weer een hele dag gewerkt, 9 uur lang. En ik dacht, ik ga lekker een video maken op de server. En what the fuck lees ik? Ik schrok er oprecht van. Enzo en D uit elkaar. Ik wou het er heel even over hebben in deze video. Ik denk dat ik dat ook binnenkort gewoon vaker ga doen in video's. Gewoon even soms YouTube nieuwtjes doornemen. Gewoon even mijn mening, niet King Allure 2.0, maar gewoon even mijn mening over dingen geven. Maar ik schrok er oprecht van, Enzo en D. Ik bedoel... Dat is zo'n iconisch koppel gewoon eigenlijk. Het lijkt allemaal zo perfect. En ik zei het ook al vaker tegen leden van NLG. Van, nou, die gaan nooit uit elkaar. Die gaan trouwen met elkaar. En die gaan altijd bij elkaar blijven. Dat ziet er allemaal zo perfect altijd uit op die vlogs. En eigenlijk... En dat is het kutte meteen. Want je trapt er eigenlijk dus ook gewoon in. Want die vlogs is natuurlijk een perfect leven. Maar daar wordt niet alles geshowt hoe het echt is. Ik bedoel, ja, je ziet niet welke ruzies die mensen hebben backstage. Dat weet je allemaal niet. Dus dan heb je het gevoel van het is allemaal perfect. En dan, ja, als je zo'n video als vandaag ziet, dan word je gewoon op de feiten gedrukt. En ja, het is niet allemaal zo perfect als het lijkt. En ik schrok er best wel van. Ik weet niet. Ik vind Enzo en D vond ik toch echt een... iconisch duo gewoon, weet je wel. Het is alsof je Betty en Ernie hebt, alsof je Lange Frans en Baas B... Oké, niet Lange Frans en Baas B, want die zijn ook uit elkaar gegaan. Dat is een heel slecht voorbeeld. Maar het is gewoon een iconisch duo. Jullie snappen wel wat ik bedoel. En ja, ik schrok er gewoon heel erg van. Ik vind het echt heel erg zonde. Ik vind het bizar gewoon. Ze hebben het zo... Je eigen huisje. Iedereen zegt wel een nieuwe keuken. Maar die nieuwe keuken dan. Ja, jongens, het draait niet om die keuken natuurlijk. Het is gewoon super kut dat hun uit elkaar zijn. En ik zie sowieso heel vaak heel veel mensen met redenen langskomen. Oh, misschien zijn ze uit omdat D te lang in de keuken staat. Omdat de keuken net nieuw is. Of ik zag ook voorbij komen. Misschien is het uit elkaar omdat Milan... ruimte nodig had in het huis van Enzo. Omdat hij niet bij Jill in het huis wil zijn. Ik kom altijd dat soort dingen tegen. Ik moet heel erg om lachen. Maar het is eigenlijk natuurlijk heel dom. Want het is gewoon erg wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus het is gewoon super zonde dat die twee uit elkaar zijn. En ja, je zal nooit weten wat er exact is gebeurd. Dus je moet ook niet gaan gokken. Ze zijn gewoon uit elkaar. En het is schokkend. Ik weet niet. Ik vind dat echt, ik vind het echt heel jammer. Ik dacht echt wel dat die lang bij elkaar zouden blijven. Maar ja, je kunt gokken wat je wilt. Wat er gebeurt. Maar dat is gewoon lekker tussen hun twee. Maar wat me wel opviel trouwens, jongens. Ik weet niet of jullie dat ook opvielen. Maar ik heb het ook getweet vandaag. Maar heel veel YouTubers gaan de laatste tijd uit elkaar. Maar wat me ook opvalt. En ik denk echt niet dat ze het allemaal zo zullen bedoelen per se. Maar dat het vaak lijkt alsof één van de twee een beetje emotieloos erbij zit. En de andere echt aan het huilen is. Dat was bijvoorbeeld... Ik ben aan het lullen, maar ik ben helemaal niks aan het doen voor de rest. Ik zal gewoon even mijn huisje kapot maken of zo. Nee, maar wat me altijd opvalt de afgelopen tijd... is dat, dat de één dan heel erg huilt en heel verdrietig is. En de ander zit er een beetje ook wel lachend bij en grapjes maken en...
Die weet zich niet helemaal een houding te geven, lijkt het wel. En waardoor het heel erg emotieloos overkomt. Dat zag ik bijvoorbeeld bij de video van Winston en Josephine die toen uit elkaar gingen. Was Winston volgens mij heel erg aan het huilen. En Josephine, ja, die was er een beetje bij aan het lachen. Dat zal ze vast niet zo bedoelen, maar het kwam zo wel over. En dat was ook bij die Harm. En ik weet niet hoe dat meisje heette. Dat was een blond meisje. Die huilde ook heel erg. En ja, hij totaal niet. En dat vond ik ook wel een beetje bij Milan en Jill. Dat het duidelijk was dat Jill er veel meer moeite mee had. In ieder geval in die video dan Milan. Maar ik denk van jongens, kom op. Als je één keer zo'n serieuze video moet maken, probeer dan ook zo serieus mogelijk over te komen. Ga niet zitten glimlachen of grapjes maken of zo. Het komt gewoon heel erg gevoelloos over. En het lijkt me ook kut voor diegene naast de, die gewoon aan het huilen is. Ik bedoel, komt een beetje over alsof, alsof je wel kunt raden wie van de twee het uit heeft gemaakt. Maar goed. Dat is allemaal aan hun natuurlijk. Maar dat viel me gewoon een beetje op. Dat in al die video's zijn ze niet allemaal beide even emotioneel. En ze natuurlijk wel aan het einde. En ze zullen het ook allemaal wel emotioneel vinden. Maar ik dacht van ja, je zou het iets beter kunnen brengen allemaal in zo'n video. Want het zijn toch natuurlijk je kijkers die zo lang een avontuur mee hebben gemaakt. En als het dan ineens bam uit is. En ja, daar wordt een beetje lacherig over gedaan. Ik weet niet. Ik weet niet. Wat is jullie mening erover? Laat het vooral even weten. Maar ik wil in ieder geval niet te lang er aandacht aan geven. Ik wil gewoon zeggen, Enzo deed super veel sterkte. En super jammer dat het uit is tussen die twee iconische personen die echt bij elkaar horen, vind ik gewoon. Maar hopelijk komen ze nog een keer bij elkaar. Je weet het nooit. Acid Island dus. Laat even jullie mening achter op over dit onderwerp. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar het is in ieder geval super kut. En een fucking creeper voor de deur. Oh my god. Oké. En altijd word ik hier aangevallen. Zeker als ik hier alleen ben. Als Bart er is, dan is het allemaal geen probleem. Maar als ik hier alleen ben, dan is het gewoon ellende hier op dit eiland. Oké. Ik heb wel goede gear trouwens gekregen. Echt een hele hoop ook. Ik denk dat ik dat ook even in die kist ga gooien daar. Het mag wel van mij even stoppen met zombies spawnen. Holy shit. Het zit echt helemaal vol met ellende hier. Of ja, zombies. Je hebt hier skeletons. Waarschijnlijk ga ik ook nog eens een keer dood. Oh, toch ook zombies. Zoveel, jongens. Hoe kan ik dit overleven? Oké, ik neem een golden apple. Maar ik heb ook bijna geen eten meer. Dat is het kutte. Oh my god. Jongens, help. Oh nee, ik heb echt hulp nodig. Ik heb echt meer teamgenoten nodig hier. Oh nee. Ik ga gewoon vluchten. Wat? Wat is dit? Kijk, gezellig rond. Ik heb mezelf opgesloten. Ik dacht dat de ingang was. Nee. Oh my god. Ik ben de grootste noob hier op deze game. Maar jongens, join het gewoon. Hè. Lekker. play.zaafdgames.nl. Het is Acid Island nummer 2. 1 kun je natuurlijk ook spelen. Maar als je bij mij en Bart in de buurt wil komen, dan moet je op nummer 2 joinen. En help ons. Want we hebben het echt nodig. We moeten hier een fort van maken. Holy motherfucking shit. Oh my god. En een spider zit echt helemaal vol. Trouwens, de afgelopen tijd heel veel vragen binnengekregen. Wanneer ga je weer beginnen met Kingdom? Om dat even te beantwoorden. Ik ga sowieso op een gegeven moment weer beginnen met Kingdom. Ik wil hoe dan ook die storyline afmaken. Dus dat ga ik sowieso weer een keer doen. Ik weet niet hoeveel afleveringen dat zullen zijn om het af te ronden. Maar ik ga het überhaupt wel afronden als het nodig is om het af te ronden. Op korte termijn weet ik niet of ik met Kingdom begin. Dat ligt echt een beetje aan of de rest ook begint. Dat moet echt samen met David. Want anders gaat de hype weer heel erg snel omlaag en dat wil je gewoon niet hebben. Dan moeten we gewoon samen met David beginnen en dan boom, knallen op de motherfucking Kingdom server. Want het is een fantastisch project, dus we moeten we gewoon doorzetten. Maar in de tussentijd gewoon ander soort content op NLG. Ik ga ook weer met Mindtopia beginnen. Bart zijn computer is alleen een beetje kapot. Zijn computer is kapot, gecrashed, wat dan ook. Dus ja, die kan 2 weken niet opnemen. Dus dat is even wachten op nieuwe afleveringen. Maar dat gaat sowieso weer terugkomen. Ook op zijn kanaal natuurlijk. Dus Mindtopia komt terug. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Want ik vind het in ieder geval super tof, het idee wat we hadden met die politieagenten. Dus dat gaat sowieso goed komen. Ik heb mensen nodig. Ik ga de eerstvolgende aflevering van Acid Island ga ik mensen inviten. Kan Bart mij hopelijk rechten geven op dit eiland om dat daadwerkelijk ook te kunnen doen. Want ik kan op dit moment niet zoveel. Maar ga deze server joinen.
volgende aflevering. Wees erbij, want dan ga ik mensen permanent gewoon hier toevoegen op het eiland, zodat je mee kunt doen. Ik weet niet of je een rank nodig hebt voor deze game mode, maar dat kun je allemaal vinden op de shop van de DDG-server. Daar wou ik het even over hebben. Ga dus lekker spelen. En wie weet ben jij volgende keer erbij in een video hier op NL Game Minecraft. En dan gaan we echt knallen, jongens. We gaan echt met ongeveer 10 man dit eiland bazig maken, want dit moet het sterkste eiland worden van ons allemaal. Jongens, laat ook even weten trouwens in de comments wat jij wilt zien de aankomende tijd op NL Game Minecraft. Misschien hebben jullie wel hele toffe ideeën waarvan ik denk, hey, dat kan ik inderdaad wel gaan doen. En dan niet Kingdom natuurlijk, want dat weet ik dat uiteindelijk nog moet komen. Maar dat dus. Jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. Ik heb niet veel gedaan, maar dat ga ik dus doen met jullie de volgende keer. Want ik ben een beetje dood aan het gaan. En ik heb alvast wat gear voor jullie klaar liggen, jongens. Dat heb ik wel gedaan. Ik ben productief. Ha! Tot de volgende keer. En vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen als je Acid Island, Acid Island of wat dan ook, hoe je het ook wil noemen. Als je dat tof vindt en je daar meer van wilt zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, hè. Doei. NL Game Minecraft.